ik zat in de revue van André van Duin. En ik stond in een immens groot champagneglas. Dus het was helemaal nagemaakt, zo'n glas. Oh, wauw. En op een gegeven moment ging dan de voorkant van het glas ging daar open. En dat werd dan een trapje. Oh, dan kon ik er zo uit. Production van. Oh, ja. Maar daarvoor zat ik eventjes een tijdje in mijn kleedkamer. En toen dacht ik op de première. Weet je wat, ik zet mijn zender even uit. En dan doe ik hem zo weer aan en dan spaar ik een batterijtje. Waarom ik dat dacht, weet ik niet. Waarom, waar bemoei ik me mee? Nou, je voelt hem al aankomen. Ik ga in die jurk, ik doe die zender weer om, vergeet hem weer aan te trekken. In carré. Oh. En ik sta in het glas. Nou, het ding stond dus gewoon uit. En toen heb ik daarna nooit meer iets aangeraakt. Nee.